Morning Amsterdam! Oh. Goedemorgen, leuk dat jij naar een nieuwe weekvlog. Ik ga vandaag weer een weekvlog maken. Zoals jullie kunnen zien ben ik niet thuis. Ik ben in Amsterdam. Ik heb hier geovernacht gisteravond. En vandaag gaan wij iets heel leuks doen. We gaan zo meteen naar... hoe heet dat restaurant nou, Ian, waar we gaan eten? Ik ben het kwijt. Tasteable. En dan gaan we ontbijten en dan gaan we daarna weer terug, want onze kamer is echt een bende. Ik heb echt, ik schaam me dood. Ik kan binnen 5 minuten alles opruimen. Ik wil niet veel zeggen hoor. Alles in mijn tas poppen en ik ben klaar. Nou, ik heb dus zeg maar nu al deze 2 tassen hier. En mijn 94-bag is gesneuveld. Dus daar hou ik echt super van. En ondertussen is Ines zich aan het opmaken daar, maar die ga ik niet filmen. Of mag het wel? Oké, okay, Ines is zich hier aan het opmaken. Zwaai is. Oké, dat was het. En ik laat jullie nu even, denk ik wel, even de kamer zien. Want dat vind ik wel leuk hoe het nu eruit ziet. Omdat het zo rommelig is. Like, just what happened? Wat is er? Eerlijk, als jij dit rommelig vindt, dan wil ik jou mijn kamer showen. Mijn kamer. Nooit. Vol met kleren. Nooit. Oké, ik ga jullie nu een overview geven. En ik ga zo meteen ook even de buitenkant van het hotel filmen. En, tell me what you want from me. Ik verpest mijn stuk. En ook, want kijk. Dat ga ik laten zien, dat vind ik wel leuk. Want kijk, hier hebben we dan een raam. Heel mooi. Een raam? We hebben een raam. Just saying. We hebben een raam. Dit is ons kantoor. Daar. Wauw. Bureau. Hallo Ines. Hallo. Hallo ik zelf. Dan hebben we hier een kapstokje met one handdoek of zo. Ines' sjaal, haar jasje, een soort nachtkastje, de bedden. En dit was het. En daar lampjes. En dan dit als uitzicht. Voor wie de mensen willen vragen wat voor hotel dit is. Dit is het Quentin Arrive Hotel. En het is best wel... Het zit op de Haarlemmerstraat. En dat zit zeg maar hier vlakbij. Kijk hier in de verte. Daar is de kermis ook ergens. Dus ja, we gaan dus nu ons klaarmaken. Het is nu hoe laat? Kan je even kijken hoe laat het is? Oh, kijk maar even op je telefoon hoor. Het is nu 8:30. We hebben een reservering om 9:00. En het is niet zo ver lopen toch, Ian? Nou, 20 minuten. Oh my god, dat betekent dat we over 7 minuten al weg moeten. Dat was een joke. En... Ik zei toch dat het hier 2 minuten vandaan was. En hier is dan een tv'tje. Hier wilde net naar een kind gaan schreeuwen. Nee, die zit de hele... Nee, ga maar schreeuwen, dat is een leuk vlogmateriaal. Oké, okay, wacht, ik ga niet zien. Good morning Amsterdam! Oh. Hoezo? Toen kwam mama niet keek me aan. Laten we kijken. Outfit of the day, jeetje. Voor hetzelfde als gisteren toch? Ja. Panty on fleek. Panty on fleek. Hoe is het altijd? Wee! Goedemorgen Ian. Goedemorgen. Tweede keer. Waar gaan we heen? We gaan naar Toastable. En wat gaan we bij Toastable doen? Lekker ontbijten. En het is nu hoe laat is het nu? Het is 8:55. We lopen al in de stad. We zijn helemaal klaargemaakt. En we gaan lekker ontbijten. Wacht even, we moeten even hier wachten. Het is... Oh wacht, we gaan naar deze. Oh, oké. Okay. Nou, we gaan dus lekker eten bij Toastable. En er waren net mensen in ons hotel. Die hebben 10 euro betaald voor letterlijk een... Echt een heel... Het is letterlijk een broodje, kaas en ham. En wat hebben wij? We betalen ongeveer 6,50 euro of zo. Nee, voor echt 8 euro voor onbeperkt. Hier is het. Oh, hier is het. Dus we gaan naar binnen. Bruh.
zijn dus aan het, we zijn dus nu iets aan het doen. We zijn een video aan het opnemen van een Outfit of the Day. En ondertussen ben ik ook aan het vloggen voor jullie. Natuurlijk voor de weekvlog. En of course, jullie kijken nu de weekvlog. We sliepen trouwens in de queue in Tindal Arrive Hotel. But dat heb ik al gezegd. We zijn nu op de Herenmarkt. En Amsterdam is echt mooi, man. Kijk, we zitten nu hier. En we gaan dus nu winkelen. We gaan even deze video afmaken. En dan zie ik jullie zo weer. Dus let's go. Nee, met muziek. Ik, Ines is nu een foto van mij aan het maken terwijl ik aan het vloggen ben. Dus ja, Ines die staat nu hier. Zwaai eens, Ien. En ik ben dus nu een foto aan het maken terwijl, of Ines is nu een foto aan het maken terwijl ik aan het vloggen ben. Dat vind ik wel leuk voor de thumbnail die ik binnenkort ga, of de thumbnail, de banner. En af en toe loop ik al een stukje. Ja. En je moet een video maken. Ja, nee. Oh, je moet zeg maar voor de banner, weet je wel, vind ik het leuk als je me ziet vloggen en dat je dan dat je me photoshopt of zo, zeg maar in een achtergrond. Ja, maar dan is het een heel leuke video. Moet ik hier staan? Daar nog hier? Ja, oh wauw, maar dan vind ik het niet mooi met mijn telefoon. Wait. Yes. Ja? Oké, dit waren dus binnenkort, over 3 weken of 4 weken, staat de nieuwe banner online. En we gaan nu de banner doen. Oh, dit zijn de foto's geworden. Oké, vet. En jullie zien het vanzelf hoe de banner is geworden. Aan het filmen, of aan het fotograferen met mijn zusje voor een schoolopdracht. En... het gaat goed, we hebben al 2 foto's. Van de 6. Het is donderdag vandaag en ik zit lekker in de zon. Ik heb trouwens mijn ripped jeans aan. Die heb ik een paar dagen geleden geript. Zeg maar. Maar ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik vind het wel leuk staan. En dan heb ik deze broek, schoenen, rode blouse en dit leren jasje. En we zitten lekker aan het water. En daar is de Renoir een eend aan het pesten. Kijk. Oh, wacht, daar is de zon. Wel, hè? Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En ja, net was het nog super lekker weer. Maar nu regent het dus buiten. Wat ik vandaag ga doen, is ik ga vandaag met Sophie en Marcia naar Zoetermeer toe. En daarna... gaan we hier deze film kijken. Die heb ik op DVD gekocht. Fashion Chicks, waar ik in speel. Nou, niet in speel, maar gewoon in figureer. Maar daar heb je ook, dan speel je daar eigenlijk ook een soort van in. En ik dacht, leuk, we gaan een terrasje pakken. En lekker drinken met z'n allen. Met z'n drietjes. Gewoon weer lekker als vroeger. En dat gaan we vandaag dus doen, omdat we best wel druk zijn met de planning en zo. Dus we hebben eindelijk een plekje gevonden. Dus yes, ik moet zo meteen nog wel even de vlog proberen te editen. Maar dan denk ik dat ik dat gewoon lekker beneden ga doen, achter de laptop. En dan met mijn ontbijt. Dus dat kan ik helaas misschien niet filmen. Maar jullie zien het vanzelf wel wat hierna beeld komt. Dus ja, veel kijkplezier nog steeds. Dit is een Risoles en ik heb Chocomel en ik zit nu in de stad. Ik ben met Marcia en Sophie, maar die willen allebei die dus niet op camera. Wat heb jij? Een remotje. Je hebt een lumper. En dit is, dit droeg ik vroeger altijd op een middelbare school. Bobo Bobo. En Marcia zit hier. Ik heb niks. Dit is niks. Dus dan gaan we lekker eten en het is zaterdag, by the way. Van de weg naar huis.
t-shirtjes en super leuke dingen. Sophie heeft sokken gekocht. 14 paar. En Marcia heeft een dingetje gekocht. En twee nagellakjes. En ik heb niks gekocht. Want ja, Jamie zag niks leuks in de winkels. En het is super lekker weer buiten. En ik zit in de bus. En we gaan zo Fashion Chicks kijken. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Want het is een super leuke film. Ik heb hem al twee keer gezien bij de Tessa Queen in Utrecht. En in de bioscoop. Mijn moeder, trouwens van de bios, mijn moeder staat trouwens een vlog bij. Voor ze zijn heel raar uit. Die zit zo. Dus ja, ik film jullie zo. Ik laat het zo meteen wel zien wat we hierna gaan doen. Dus doei Sophie! Het is zondag vandaag en het is nu 9 uur. Ik heb de hele dag niet gevlogd. Maar ik ben wel ondertussen een weekvlog aan het editen. Oh my god, lekker! Kijk. Dit ziet er zo lekker uit. Volgende week is trouwens, als jullie deze kijken, is de week van de Dutch YouTube Gathering! Yay! Laat ook even weten in de reacties of jij gaat, want ik heb er super veel zin in. Ik ga samen met Jamira, ik ga 2 dagen, dus ik ga zaterdag en zondag. En ik zal gewoon de hele event rondlopen daar. Ik heb wel meet and greets, maar dat hebben jullie al gezien. En ja, ik heb er super veel zin in. Vooral om, hoop ik, mijn favoriete YouTubers te ontmoeten. Vooral Serena, Kim, Lynette, iedereen daar. En ik ga dus nu verder editen met de vlog. Maar ik ga niks meer boeiend doen vandaag. Eigenlijk de hele dag niks gedaan vandaag. Alleen maar slapen. Dus ik sluit bij deze ook de weekvlog af. Ik bedank jullie voor het kijken naar alweer de 10e weekvlog. En ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie volgende week maandag weer bij alweer de 11e weekvlog. Die super awesome gaat worden. Doei doei.